Je ziet ze niet vaak, maar ze zijn er wel. Tenminste, dat zeggen ze. We moeten straks ook eventjes daar in die punt nog kijken, als we over die dijk lopen. Want de kans is wel groot dat ze daar nu zitten ook weer. 3 of 4 patrijzen wonen er nog in Giessen. Maar uitgerekend vandaag laten ze zich niet zien. Dat zijn toch allemaal vinken, hè? Ja. Ooit leefden er volop patrijzen in de Brabantse natuur. Maar het ging mis in de tweede helft van de vorige eeuw, toen steeds meer diertjes de vleugels namen voor de oprukkende landbouw. Ik denk dat je maatregelen moet treffen op de plekken waar het nog kan. Het Brabants landschap wil dat de akkers weer patrijsvriendelijk worden. Want dan komt de rest vanzelf, weten ze uit ervaring. Voor de patrijs is het zo belangrijk dat die schuilgelegenheid heeft straks onder die heg. Dus het moet geen bos worden, maar gewoon een lijnvormig element waar die schuilplaats heeft, maar waar grote roofdieren als bijvoorbeeld de vos weer niet een burcht gaat bouwen. Want daarom moet je dus niet een heel bos ervan maken, maar gewoon die hagen en die heggen. De zeldzame patrijs is een hoendersoort. Kippig en aandoenlijk. Maar schoonheid zit van binnen, weet ook Jochem Sloothaak. Ik heb nog niemand meegemaakt die op een gegeven moment een patrijs ziet in het veld die zegt van wat een saai beest. De culinaire variant van de patrijs had eigenlijk nooit gebrek aan fans. Als je gaat googlen op de patrijs dan vind je allerlei mooie recepten. Maar wij willen hem het liefst in het wild kunnen zien. Het Brabants landschap verwacht dat er over niet al te lange tijd weer volop patrijzen zullen zijn. Om te beginnen in de weilanden rond Giessen, waar we er zowaar toch nog eentje menen te zien. Of was het nou toch een eend? Nou ja, ook lekker. Ik bedoel, mooi. Ik weet zeker dat ze hier ook allemaal zitten ook. Het is een uniek gebied hoor, daarvoor.